Met Breymayr kwam het helemaal niet meer goed, vooral met haar fiets niet. Zij moest eruit wat bitter vroeg in de race. Afscheiding, eerst onder impuls van Van Looy, dan wat later van De Boer. Eigenlijk vonden deze vier elkaar perfect. Ze waren wat het niveau betreft gelijken. Het was niet het dagje van Ellen Van Looy. Helemaal het dagje van Ellen Van Looy niet. Wat was er aan de hand, Ellen? De vier deden naastig voort. Het was een kwestie van foutenlast te beperken, om goed mee te draaien. Zowat in het middenrif of daar net voorbij en stevige versnellingen van kant. Daar was Verdonschot heel even het noorden van kwijtgeraakt. Ze zou toch nog weer op haar fiets kruipen. Een riskant manoeuvre hier van De Boer, die zet de kant helemaal geplant. En dan werd dat rekje toch weer samengetrokken. De Boer nam een hele tijd het initiatief, werd dat beu, zo beu dat ze er ging bij liggen. Ook Verdonschot hetzelfde lot beschoren en ook Kapteins wat opgehouden. Maar Kapteins zeer, zeer knap weer onmiddellijk na dat wiel van Sanne Kant toe. Kant probeerde te doen wat ze moest doen, de koppositie vast te houden in de waan dat dat haar een riante uitgangspositie voor de sprint zou opleveren. Maar de twee jongeren kwamen goed terug. En dan het gebikkel. Verdonschot neemt verdomd de leiding voor het aanvatten van die sprint. Hier komt dan die sprint en dan goed kijken naar Verdonschot. Die houdt wat in en op die manier kan haar vriendin de hele wereld, nou ja, de twee anderen, volkomen verrassen. Op een hogere snelheid wegsprinten, dan neem je met de klap een lengte of drie. Onderschat dit beeld niet. Is meer dan een lengte of twee, zeker drie. En dan heeft Sanne Kant onvoldoende terug om nog te remonteren. En wonder boven wonder wint Kapteins hier deze cross in Lille. 1 Kapteins, 2 Kant, 3 Verdonschot, 4 De Boer, 5 Compton, 6 Van Looy, 7 Sels, 8 Bakker, 9 Verheestraten en 10 Alvarado.